Het moerassige hoogveengebied van de Peel wordt ontgonnen. Dat wil zeggen van woeste grond veranderd in volwaardige cultuurgrond. En daarbij wordt gebruik gemaakt van de modernste machines. Eén daarvan is geheel nieuw voor Nederland. Het is de Tournadozer, een variant op de uit de oorlog overgebleven onmisbare opruimer, de Bulldozer. De Tournadozer werkt volgens hetzelfde principe, maar rijdt op luchtbanden. En wat voor banden? 1,75 meter hoog en 60 centimeter breed, met speciale anti-slipprofielen. Op deze banden verplaatst hij zich in het moeilijkste terrein, even gemakkelijk als de Bulldozer op zijn rupsbanden. Nee, sterker nog, veel sneller. En dat betekent sneller grondverzet en dus goedkopere ontginning. De Bull en Tournadozer scheppen de humusrijke bovenlaag opzij. De ondergrond wordt geëgaliseerd en daarna omgeploegd. Ten slotte gaat de vruchtbare aarde er weer bovenop. 100.000 hectare ruwe grond zullen zo in de komende tijd veranderd worden in uitstekende bouwgrond.